Hallo mensen van Gaming Metro V, welkom terug bij een nieuwe DLC aflevering. We gaan vandaag weer verder waar we de vorige keer gebleven waren. Oh, en deze staat nu opeens hier. Ik don't even know why... Ja, hij is net daar. Maar goed, we gaan in ieder geval weer verder. De vorige aflevering gingen we dus op zoek naar meer muntjes voor de DLC pack Double Jump. En dat gaan we nu doen. En ik heb al... Kijk, hier zitten veel muntjes. Deze gaan we verpakken. Ik faal nu al. Zo... En dit was natuurlijk de epische quest met veel DLC om de prinses te bevrijden. Oh kijk, weer een geheime gang. En daar ben ik al. Zo. En dit was natuurlijk een quest om de prinses te bevrijden die mee is genomen door de slechterik. De prinses was onze motivatie. En ik zag dat jullie het spel best leuk vonden. Bij de eerste video in de reacties. Kijk, alle schapen kidden natuurlijk. En dan gaan we deze muntje pakken. Oh, kijk eens hoeveel muntjes hier liggen. Oh, DLC. Wat staat hier? There's a treasure up there, I can see it. I can see it, but I can't reach it. Oh. Oh, daar hebben we ook double jump voor nodig natuurlijk. Zouden we niet zo er naartoe kunnen? Nee, gaat niet lukken. We moeten ook double jump hebben. En double jump was, als ik het me goed kan herinneren, 150 coins of zo. Ah, dat hebben we al bijna. Dus we kunnen al bijna double jump halen. Wat zegt hij? Kijken. I'm a filler NPC. Phil? Wow, Phil. I'm a filler NPC. I have nothing to contribute to this. Okay. You're kidding, right? I don't even know how to get. We hoeven niet naartoe. Even kijken. Wow, dit is een hele lange gang. Kijk, nog meer muntjes. Ik denk dat we double jumper wel kunnen kopen. Ik denk dat dit misschien wel 100 was of zo. Want volgens mij hebben we alle muntjes die we tot nu toe kunnen krijgen. Dus ik ga nu gewoon even double jump kopen. En ik hoor dat er nog hele leuke DLC aankomt. Dus ik ben heel benieuwd wat we nog allemaal gaan vinden. Kijk, gaan we even terug naar de shopkeeper. En ik hoop dat we binnenkort ook dat paard kunnen rijden. Dat zou ook wel grappig zijn. Kijk, hier omhoog. Echt een mooi paard. Oké, shopkeeper, ik wil DLC. Double jump. Ja, kijk, 100. Oh, we kunnen ook map pack kopen. Weer een awardment. Kijk, die kunnen we nog niet kopen. Some companies give away maps for free. Oh, dan kunnen we bij die bomen naar rechts, zeg maar. Waar de schurk was. De kidnapper van de prinses. Kijk, we gaan deze kant op. En dan kunnen we eindelijk... Oh, kijk, dat is chill. Dan kunnen we echt hoog springen. Gaan we eerst een muntje pakken in de grot. En daarna gaan we naar het nieuwe gedeelte hier. Want ik wil natuurlijk de map pack. Want we willen de prinses bevrijden. Kijk, wat heb ik? Een pet pack. Dus ik kan een huisdier kopen. Oké, gaan we zo doen. Ik ben benieuwd wat voor huisdier ik krijg. Ik weet niet of het verstandig is om mij een huisdier te geven. Dat ik alle schapen heb geslacht die letterlijk op de map staan bijna. Hey, Hero, over here. What? My name isn't Hero. Thank goodness you came, Hero. I need your help. Wolves have been stealing children from the village. I lost my enchanted book of spells. Wait, wolves, children? And I can't find my fish... Ja, wat ben je nog meer kwijt? Enchanted fishing rod? No, it's just a normal fishing rod, but it's lucky. You must rescue the children, recover the enchant... Ja, dog. You know what? No, just no. Kijk, daar hou ik van. Zo'n hero. I don't even know you. Solve your own problems. I'm busy. Precies. Ik heb druk genoeg. There's nothing plot-centric over here. Bad guy... Ja, tuurlijk. Maar we moeten muntjes halen. Want anders kunnen we het nooit uitspelen. Snap dat dan, spel? Oh shit, hier moet ik... Ik ben zo slecht in dit soort springdingen. Waarschijnlijk zitten jullie echt allemaal hier kapot te erger dat ik dit niet eens kan. Het is toch wel mogelijk zo? Ja, kijk. Ik ben gewoon slecht. Dat is het. Kijk, oh, meer schapen. Kill the sheep. Kunnen we hier ook in? Ja, mooi. Oh, we kunnen verder niks. Hoe kom ik bij dat schaap? Daar wil ik ook naartoe. Kijken of er ergens een gangetje zit. Die zit toch niet daar, hè? Dat ik daar weer naartoe... Ja, die zit wel daar. Oké, gaan we weer. Ja, we zijn er. Kijken, en dan... Zo, kijk... Ik wil die schaap allemaal goed gekild hebben. En nou kunnen we al een nieuw DLC kopen. Oh shit, daar kan ik ook nog helemaal naartoe. Cool, meer muntjes. Oh, en trouwens rechts, want herinner ik me nou opeens. Daar konden we ook nog meer muntjes krijgen met Double Jump. En een nieuwe DLC, wat is het, wat is het? Top Hat, oh cool, ik hoop echt dat ik die hoed op mag. Hoe baas is het als je dan gewoon met een Top Hat rondloopt. Weg, weg, weg. Meer muntjes, allemaal van mij. Dan gaan we even de Top Hat kopen. En ik ben benieuwd wat voor huisdieren we krijgen. Die hoop ik ook dat we die kunnen kopen. Want dat vind ik wel heel cool als we bijvoorbeeld... Dan krijgen we een draak of zo die achter ons aanloopt. Het zou best kunnen, want we zien er wel een beetje uit als zo'n ridder. Zo, rah.
Oh shit, ik wil niet met hem praten. Nee, ik wil niet met hem praten. Even kijken, welke DLC kunnen we nou kopen? Back for more DLC, ja. Even kijken, ik wil pet pack. Serieus, een goudvis. Van alle dieren die gewoon niet had gehad, was wel een goudvis. Maar we hebben wel een fucking top hat. Super vet. Oké, en een goudvis. Actually, it's a goldfish. You tap the glass, but the fish is obvious. Oblivious bedoel ik. Whatever it does, it's doing it now. Disappointing. Wow. Oké. Okay. Er is helemaal geen zak aan. 5 muntjes verspild. Maar kijk, hier. Kijk, hier konden we ook dubbeljumpen. Met pijltjes omhoog. Dus er zullen nog wel veel meer muntjes liggen. Ik ga eerst links. Oh, dit is gewoon echt alleen maar muntjes oppakken nu. Het is gewoon die jackpot. Die gaan weg. Ik moet alles kapot maken wat ik zie. Ik heb het zwaard niet van niks gekregen. Kijk, daar muntjes. Oh, ik hoop dat ik dit gewoon een beetje in een vlot tempo allemaal kan pakken. Feedback, e-mail. Oké, okay, als je iemand wil spammen, kun je hem mailen. Kijken. Ik wil echt alle muntjes pakken, maar ik denk dat er nog wel meer parcouring in gaat zitten. Want het is nu al, kijk. Oh, ik ben hier zo slecht in. Dan gaan we hier naar boven. Zo, deze kant op. Wat vinden jullie trouwens van het idee dat ik de facecam nou in het midden heb staan? Ik weet niet of jullie het mooier vinden of niet. Ik denk, ik probeer gewoon een keer iets anders. Even kijken, deze wegpakken en die wil ik ook. Oh, en hier is weer een gat in de muur, zie je? Maar ik ga eerst het schaap killen. Als ik ooit daar boven kom. Ik faal zo hard. Ja, kijk. Oh, hier zitten ook nog muntjes. Komt goed uit. We hebben alweer 144 muntjes. Dus het gaat best hard. Even kijken, gaan we hier naar beneden. Naar links. Oh, DLC. Wat hebben we, wat hebben we? Sexy outfits. Cool. Oh, die DLC wil ik meteen gaan kopen. Ik wil eigenlijk eerst even een muntje pakken, zodat ik zorg dat ik hier alles heb gehad. Kijken, kan ik hier nog naartoe? Ja, kijk, daarboven ligt nog. Dan moet ik denk ik via die kant. Hoe ga ik erop komen? Misschien via hier? Oh, wow. Ik sta er echt versteld van dat ik die sprong heb gehaald. En hier nog. En, oh, die moeten we kunnen halen volgens mij. We gaan het gewoon nog een keer proberen. Ja, kijk, helemaal mooi. Oké, dat schaap, muntjes. We hebben al 160. Gaat echt lekker. Kijk, dit nog pakken en deze muntjes. Oh, shit. Oh, dan moet ik weer helemaal terug. Oh, verschrikkelijk. Ik ben zo slecht in dit soort dingen. Ja. En die kant op. Dan mis ik hem gewoon nog. Ah, we hebben hem. Alleen die nog. Kan ik ook via deze kant komen? Ik denk het haast wel. Kijk, dat scheelt me al veel werk. Oh, daar redt hij denk ik niet. Gaan we weer. Weer terug. Kijk, die kant is op. En dan dus naar links, rechts. Die kant op. Nou, we hebben het verhaal, of we hebben het spel niet voor het verhaal gekocht. Dus we moeten het er maar weer doen. Kijk, nou hebben we ze al. En daar zit niks meer. Oké, nou kunnen we gewoon weer DLC gaan kopen. En dan krijg ik weer de sexy outfits. Cool. Ik ben heel benieuwd wat ik dan ga dragen. Ik vind dit al een sexy outfit hoor, met die hoed. Oké, shopkeeper. Geef me die sexy outfits. En ik wil ook de map pack. Eens even kijken. Oh mijn god. Wauw. Sexy shopkeeper. Hij heeft gewoon een bikini aan. Ik zou een BH. Ik zou er bijna mee gaan flirten. Maar het, is, het blijft een vent. Even kijken, wat krijgen we hier? Zouden schapen ook BH's aan hebben? Denk ik niet, hè? Kijk, wat heeft hij? Oeh, sexy. Oké, nou kunnen we dus deze kant op als het goed is. Kijk, hé, hey, nog een shopkeeper. Dat is hetzelfde. By your DLC here. You look familiar. Perhaps you've met my long lost brother. Nee, dat was jij gewoon. Kijk, daar hoef ik niks van, want ik kan nog niks kopen. Oh, en het is weer muntje oppakken. Even kijken. Alle bomen kapot. En wat zit hier? Ik zie een doorgang. Wow. Fucking veel muntjes. Dan kunnen we straks sowieso alle DLC kopen. Nee, die andere is 250. Het is wel best duur. Kijken, een pijl. Veel muntjes. Ook allemaal oppakken. Meer, meer, meer. Wat staat er, wat staat er? Bad guy hideout ahead. Oké, dus de bad guy zit daar. Maar ik moet eerst meer muntjes hebben, denk ik. Beware of troll. No, sorry. Holy shit, dat is een grote troll. Zou ik die met mijn zwaardje aan kunnen? Ah, I didn't even feel that. Oh. New DLC pack. Gun pack. Oh, vet. We hebben... Kijk, een geweer. Ik wil een pistool. Kijk, eerst... Oh, hier kunnen we ook nog in. DLC. Lekker bezig. De zombie pack.
krijgen we ook al zombies. Holy shit. Oké, catch them all. Oh, hebben we alle DLC nou? Alle beschikbare DLC. Hey, daar kunnen we ook in. Het zal wel vanaf boven zijn. Ja, kijk, dat dacht ik al. Oh shit, hebben we een muntje gemist. Wow, 202 muntjes. We gaan gewoon even snel door horse DLC shit. Ja, zeg maar die... was het ook weer? Horse armor, die moeten we nog even hebben. En die hebben we bijna, want we moesten er 250 hebben. Ja, we zitten al... Kijk, ik denk dat we het nu al hebben. Kijk, netjes. En dan moeten we ook nog het geweer trouwens erbij. Dat komt er nog bij. En ik weet niet hoeveel het geweer kost. Maar we pakken dus gewoon meteen even alle muntjes hierop. En dan kunnen we de troll gaan verslaan. Zo, die kant op. En hopelijk kunnen we dan de prinses ook redden. Hier ben ik net geweest. Gaan we deze kant op. Wauw, echt heel veel muntjes. Ik denk dat we straks echt wel genoeg hebben. Maar misschien kost het pistool ook wel 250. Dat zou kunnen natuurlijk. Dit allemaal oppakken. Zo, en... Oh, en allemaal in één keer, hè. Prachtig. Kijk, al deze muntjes, daar nog muntjes. Ja, dit is denk ik het laatste. Deze nog. En ik zie daar weer de geheime doorgang. En nog een schaap. Oh, die gaan we eerst killen. Kom hier, schaap. Nee, ik wil jou killen. Ik wil jou killen. Zo, nice. Oh, een boompje. Oh, dan heb ik ze nog gemist ook. Wauw. Ik ben zo slecht. Oh, nog meer schapen. There, die, die. Oh shit. Ik faal echt. Deze nog oppakken. En dan gaan we nog even snel die buntjes pakken. En daarna gaan we gewoon de laatste DLC kopen. In ieder geval, ik denk dat het de laatste DLC is. Want die troll lijkt me best een eindbaas. Oh nee, daarna moeten we natuurlijk nog... tegen, hoe heet die ook alweer? Welke kant moet ik nou op? Links, hè? Ja, nou heb ik ze allemaal. Denk ik, hoop ik. Ik denk dat we ook nog tegen die ene moeten vechten die de prinses zeg maar heeft ontvoerd. Maar ik denk dat de troll daarvoor de eindbaas is. Daar ga ik wel vanuit. Je lukt familiar. Ja, ja, ja. Ik wil mijn pistool. Oh ja, zombies. Gunpack en armor horse. Die kunnen we ook al meteen kopen. Even kijken hoe het eruit ziet. Kijken. You require DLC. Ik heb gewoon DLC nodig om terug te gaan waar ik net was, zeg maar. Oké. Nieuw DLC pack available. Nightmare pack. Oké, dan gaan we die ook nog verkopen. Look familiar, ja ja. Oké, deze. Oké, en ik heb nou nog steeds geen geweer trouwens. Kijk, een player ernaar dat je... Oh, kijk, hij geeft me nou mijn wapen. Oh, cool. En zombies. Super vet. Dood, dood. Oké, even kijken, we gaan gewoon al naar de troll toe. Oh nee, ik wil mijn armor nog zien op mijn horse. Misschien hebben we het paard wel nodig om hem zeg maar te verslaan. Even kijken, gaan we deze kant op. Bam, 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 bam. Best ver deze kant op. Best ver lopen. Ik wil eigenlijk ook gewoon een teleport DLC hebben. Dat is gewoon overal naartoe kan teleporteren. Kijk, daar is ons coole paard. Techniek. Oh, ik kan er nog steeds niks mee. Het is gewoon maar voor de lol. Oh, wauw. Oh, shit. Ik moet niet mijn paard kapot schieten. Oh, shit. Ik heb de shopkeeper vermoord, jongens. Ja, nou weten we wel meteen. Als die andere er nog is... Dan was het dus, dat was dus wel zijn broer. Dan was het dus niet dezelfde. Ik wil hem ook killen. Doei. Oké, nou, op naar de troll. Ja, kijk, het is toch zijn broer geweest. Ga weg, zombie. Kijk, deze kant op. Oh, shit. Ja, zo kan het trouwens ook. Zo, dan gaan we de troll verslaan. Pam, 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 para. Waar zit hij? Waar zit hij? Daar. Oh, ik denk echt, nou gaan we de kogels moeten spammen. Maar dat was het gewoon al. Boss battle, boss battle. Oh, het was het al. Finish the fight pack. Oh, we hebben nog een nieuwe DLC. Dus ik denk dat het zeg maar nog een bonus is. Ja, je deed het kind of. Dat je nog zeg maar een einde kan doen. Als jullie dat nog willen zien, hoor ik het graag. Maar dit was voor deze aflevering. Ik hoop dat jullie genoten hebben van dit spel en van de commentary. En dan zie ik jullie de volgende keer met waarschijnlijk een nieuwe indie game. Laat even in de reactie achter welke indie games je wil zien. En dan bedank ik jullie heel erg voor het kijken. Dus heel erg bedankt. Laat een duimpje omhoog achter als je de video leuk vond. Kijk ook even mijn kanaal voor meerdere games. En ik check jullie later.